de Noordzee. En de 66 kilometer Belgische kust die daarbij horen. Je vindt niet enkel toeristen aan onze kust, er wordt ook gewerkt. Hier ter hoogte van Oostende ontmoeten we Willy Versluis, al meer dan 30 jaar actief in de visvangst. Goedendag, ik ben de Willy Versluis, ik ben de reder ter zeevisserij en ik heb 5 vissersvaartuigen. Die vissen op alle soorten van vis, maar ook garnaal, tong, bladijs, tarbot, kabeljauw, dus verschillende vissen. Wij zien dat er toch een verandering is in het klimaat. Wij zien ook aan de zee en aan de vissen dat er veranderingen gebeuren. Mijn vissers, die op zee gaan, vertellen mij alle dagen iets nieuws. Onder andere dat de kabeljauw meer naar het noorden van de Noordzee vertrekt en dat wij uit het zuiden andere visjes krijgen, zoals de anchovies en de zeebaars. Doordat het water van de Noordzee opwarmt, kunnen soorten die normaal in warmer water leven hun woongebied nu uitbreiden tot in de Noordzee. Tussen 1950 en 2000 is de gemiddelde watertemperatuur van de Noordzee toegenomen met ongeveer 1 graad Celsius. En die evolutie zet zich voort. Vissers ontdekken nu soorten in hun netten die ze tot 10 jaar geleden nooit of zelden vingen. De vismijn. Het is hier dat de vissers hun vangst verkopen aan handelaars en restauranthouders. Typische soorten uit de Noordzee die hier al jaar en dag worden gevangen zijn onder andere garnalen, bladijs, kabeljauw en rog. Op vandaag, door de opwarming van de zee, zien wij toch dat er nieuwe elementen, nieuwe vissoorten in onze netten terechtkomen. En dat is vooral de invis die we meer en meer zien, de zeebaars, kleine anchovies. En dan hebben we ook nog een paar andere soorten die we meer en meer op onze kust te zien. Kabeljauw is een prachtig beest. Hè? Mooi, maar minder en minder te vangen op onze kusten. Trekt naar het noorden. Door de toenemende temperatuur van het zeewater zijn er ook een aantal exotische soorten meegekomen met het ballastwater van schepen die zich permanent kunnen vestigen in de Noordzee. Een voorbeeld hiervan is de Japanse oester. Voilà, dit is een Japanse oester. Dat is een soort, een oestersoort, die de laatste jaren in onze wateren terechtgekomen is, aan heel de Vlaamse Belgische kust. Het grote probleem van die oester is, en je kunt dat zien op alle kunstwerken en op alle palen in de haven, die zet zich daarop vast, zet zich ook vast op de sluisdeuren, waardoor die moeilijk sluiten. Daarom is het eigenlijk voor ons een groot nadeel. Zeker voor wat betreft alle vaartuigen die in de haven komen, voor alle vaartuigen die willen aanmeren, die hebben daar problemen mee. De nieuwe vissoorten in de Noordzee bieden zeker kansen voor de vissers. Toch zullen de negatieve gevolgen zwaarder doorwegen. Ook verwacht men met de klimaatverandering meer stormen. Dat betekent minder dagen op zee of meer risico's nemen. Daarom wil ik als reder ter visserij, met reeds 30 jaar een dienst in de visserij, ik woon al 50 jaar, 60 jaar aan de kust en ik heb alles zien veranderen, wil ik iedereen oproepen om daadwerkelijk mee te helpen aan de vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen. Wij als vissers, wij zullen daar zeer zeker aan meewerken en zeker ons steentje toe bijdragen. Wij hopen van iedereen, ook van de jeugd, dat zij daar zullen aan meewerken. We'll be right back.